Mijn naam is Rob Solly, ik ben orthopedisch chirurg bij Anatomy. Mijn aandachtsgebieden liggen voornamelijk rondom de artrosezorg van de heup en de knie en sportsletsels op het gebied van de knie. Ik wist altijd wel dat ik iets wilde doen in de zorg. En dan kom je in middelbare school kom je erachter dat je geneeskunde kan gaan doen, je loodt in. De orthopediek sprong eruit. Het is een vak wat met beweging te maken heeft, wat ik zelf ook leuk vind. Veel sporten en daar snel oplossingen kunnen bieden. En het belangrijkste is, ik ben iemand die graag dingen doet, minder beschouwend. Dus de combinatie van opereren en poli, ja, dat kwam meteen naar voren. En eigenlijk vanaf de eerste keer dat ik daar iets in kon doen, is dat altijd zo gebleven, die liefde. Waar ik trots op ben bij Anatomy is wat we hier bereikt hebben binnen Amstelveen. In 2016 hebben we deze praktijk hier overgenomen en ben ik ook gestart bij Anatomy. En als je ziet van hoe het aan het begin was, dat we niet bekend waren, tot nu een drukke, goedlopende praktijk waar veel tevreden patiënten de deur uit gaan, ja, dat maakt me trots. Ja, het concept van een zelfstandig behandelcentrum spreekt me gewoon enorm aan. Ik heb tijdens de hele opleiding ben je in ziekenhuizen en je merkt gewoon dat vooral patiënten verdwalen in het systeem van verschillende dokters, trage afspraken en dergelijke. En wat je hier kan doen, is dat de patiënt komt echt voor mij. Ze zien mij en ik ben verantwoordelijk voor ze en ik heb gewoon snel toegang tot diagnostiek. Ik kan ze snel opereren of anderzijds behandelen. En dat is iets wat mij gewoon heel erg aanspreekt. En je merkt dat gewoon, dat mensen mij daarin in. Dat mensen dat waarderen, laten we het zo zeggen. Mensen komen met een klacht en je gaat ze helpen. En als mensen je gewoon een hand geven met tevredenheid dat ze weer veel meer kunnen, ja, dat maakt mijn dag geslaagd. En als je er daar genoeg van hebt op de poli, dan ga je weer met een glimlach naar huis.